Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video laat ik jullie wat extra spreads zien die je kunt maken in je bullet journal. Deze keer staan ze alle drie in het teken van je huis. Laten we maar gelijk beginnen. Deze allereerste spread heet Needs for House of dingen die je nodig hebt voor je huis. Deze maak je heel simpel. Je begint namelijk met het maken van een platte grond van je woning. Ik heb geluk, ik woon in een appartement waardoor alles één verdieping is. Ik heb geen tweede verdieping, dus daardoor kon ik heel gemakkelijk één grote platte grond hier op mijn pagina doen. Stel je hebt een volledige woning met een begane grond in de eerste verdieping, stel ik voor dat je voor deze spread twee pagina's gebruikt in plaats van één. Naast de plattegrond voeg ik nog de titels van de kamers in. En dat is eigenlijk de spread zo goed als klaar. Het idee van deze spread is eigenlijk dat je per kamer gewoon opschrijft wat je nog nodig hebt voor die specifieke ruimte. In mijn geval voor de badkamer is het hoog tijd dat ik binnenkort een nieuwe douchekop ga aanschaffen. Niet alleen uit noodzaak, maar ook puur uit esthetisch. Want die ik nou heb vind ik echt godschuwelijk lelijk. En dat is eigenlijk de hele spread. Een simpele spread waar je een soort van boodschappenlijstje kan bijhouden voor je huis. Gaan we door naar de opzet voor de volgende spread. En dat is een soort van schoonmaaklog / schoonmaakroutine. Allereerst hier op de linkerpagina creëer ik losse blokjes waar ik de titels kan opzetten voor dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaals en jaarlijks. En hier op de rechterpagina maak ik een groot blok door hokjes te maken van 1 cm hoog en 1,5 cm breed. En dit zijn in totaal 12, namelijk voor elke maand eentje. En daarop kan ik eigenlijk opschrijven wanneer ik voor het laatst iets heb gedaan. Dingen zoals bijvoorbeeld je dekbed uitwassen, dat is niet iets wat je elke maand doet, maar het is wel verstandig om dat één keer in de zoveel tijd te doen. Deze specifieke spread houdt het allemaal voor je bij. Je kunt hier eigenlijk alles aan toevoegen, dus ik heb er ook voor gekozen om bijvoorbeeld bij te houden wanneer ik de droger moet schoonmaken, want helaas, ik heb een condensdroger en die moet één keer in de zoveel tijd schoongemaakt worden. Maar ook bijvoorbeeld wanneer je je voorraadkast weer eens een keer moet nakijken. Wanneer je je vaatwasser moet ontkalken. Eigenlijk dat soort dingetjes. Nou, verder is voor dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaalijks en jaarlijks voel je gewoon eigenlijk in voor jezelf wat jij belangrijk vindt in deze periode te doen. In mijn geval wekelijks is bijvoorbeeld de oppervlakken afdoen volledig in mijn hele woning. En bijvoorbeeld maandelijks vind ik het fijn om de plinten één keer in de maand toch wel schoon te maken. Deze spread houdt gewoon alles voor jou bij, zodat je altijd zeker weet dat je alle dingen hebt gedaan per week of dag wat je nog moest doen. De last pagina is ook gewoon heel simpel. Wanneer je dus iets hebt gedaan, doe je het vakje voor die specifieke maand inkleuren en dan heb je altijd een duidelijk overzicht voor jezelf. Gaan we door naar de derde en laatste spread ID van deze video. En deze gaat over house projects. Hier op de linkerpagina doe ik een quote toevoegen, namelijk Home is my happy place. En de rechterpagina ga ik gebruiken om bij te houden welke dingen ik in en om het huis moet doen. Bijna elk huis heb je bepaalde dingen die jaarlijks toch wel een keer terugkomen, of in ieder geval minimaal om de zoveel jaar. In mijn geval vind ik het belangrijk om eventjes te gaan plannen verschillende dingen in mijn huis die ik dit jaar echt moet gaan doen. Ik moet namelijk mijn plinten opnieuw gaan schilderen en dat kan ik hierbij bijhouden. Hier rechtsboven doe ik daarom ook elke kamer die ik in mijn woning heb opschrijven. Dus hal, werkkamer, eetkamer en noem ze maar op. En dan ga ik hier aan de linkerkant van de pagina steeds opschrijven wat ik wil doen. Nou, in mijn geval is de plint opnieuw schilderen. Ik wil mijn deur opnieuw schilderen. Er zijn bepaalde muren die ik wil verven. Door middel van deze hokjes en een kleurcoderingssysteem kan ik dus eigenlijk gaan inplannen
wanneer ik deze bepaalde werkzaamheden ga doen. Natuurlijk is het ook zo dat bepaalde werkzaamheden niet in elk gedeelte van de woning uitgevoerd hoeven te worden. Dus dat doe ik nou eigenlijk doorkruisen voor mezelf om bij te houden wat ik dus juist niet moet doen. Onderaan de pagina heb ik nog een plek voor ideetjes voor dingen die ik in 2021 wil doen. En dat is eigenlijk deze spread al heel klaar. Laat ik jullie nog even alle spreads helemaal klaar zien. Allereerst Needs for House. Dan hier als tweede dus mijn schoonmaaklog. En als allerlaatste de House Projects. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, doe ik vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!